aarde hebben we zo'n 1500 vulkanen. En sinds 1960 barsten er zo'n 50 tot 70 per jaar uit. Dat levert natuurlijk prachtige beelden op, maar de gevolgen ervan zijn desastreus. Ik ben Diana Velis-Kerkhoven en ik ben naar een vulkaanuitbarsting geweest. Ik wilde het eigenlijk al vanaf dat ik zo klein was. En toen vorig jaar was het natuurlijk dat hij ineens ging uitbarsten op IJsland. Het was echt zo'n mooi gezicht. Dat ik zou eigenlijk wensen dat iedereen dat mee kon maken. Je moet je zo voorstellen dat de aarde een soort lappendeken is met puzzelstukken. En die zijn constant in beweging. En op plekken waar die bewegende platen tegen elkaar aankomen of van elkaar afbewegen, daar komt zoveel frictie en warmte bij vrij dat er dus zo'n vulkaan kan ontstaan. Ja, dan op een gegeven moment dan hoor je een geborrel en een gegons hoor je dan. En ik zag ineens aan de zijkant van de krater zag ik ineens een golf lava zag ik komen. Poef, alles spoot eruit en allemaal stenen, lava, rook, nou echt van alles. Bij zo'n vulkaanuitbarsting komen, ja, komen gewoon heel wat krachten vrij. Je moet je zo voorstellen dat er pyroclastische golven vanaf zo'n vulkaan afdenderen. Dat zijn eigenlijk gewoon golven met as en hitte tot zo'n 800 graden. De lucht wordt gewoon 800 graden. En die kunnen dan ja, snelheden bereiken tot zo'n 700 km per uur. Dus daar valt ook gewoon niet voor te vluchten op zo'n moment. Als die dan echt zo aan het kolken was en dat hij dan, dan aan het uitbarsten was, dan voelde je echt die warmte voel je komen. En zodra dat dan eigenlijk weer daalde, dan was de warmte eigenlijk ook weer weg. En als het ook op de vulkaan terecht kwam, het leek net hele dikke vla wat erop terecht kwam. Soms is het heel vloeibaar. Je ziet verschillende beelden van over de wereld, maar het heeft ook vooral te maken met wat voor type gesteente er in de bodem zich bevindt en waar op aarde je bevindt. Zo weet ik dat veel vulkanen op IJsland vaak wat stroperiger zijn. Maar je hebt ook de ring van vuur waar veel vulkanen voorkomen. Die van Australië helemaal rondom Azië richting Zuid-Amerika loopt. Ja, daar heb je een aantal stratenvulkanen die kunnen best wel ook vloeibaar zijn. La Palma was gewoon heel veel rook, heel veel as en heel veel overlast. Vooral heel veel overlast. Alles stortte gewoon in. Hele bananenplantages die weggevaagd zijn. En bij de daken, daar moesten ze iedere dag moesten ze dat vegen, want anders stort het dak in. De auto's, wij hadden bijvoorbeeld ook een auto gehuurd. En als, als we die inleverden, dan ging die gelijk naar de sloop. Wat is dat allemaal as in de airco, in alle filters. En dat kregen ze er niet meer uit en die kon gelijk afgeschreven worden. En toen hoorden we ook ja, een soort kanonslagen hoorden we. En toen gingen we goed kijken en toen bleek dus dat in de aswolk dat daar allemaal bliksemschichten in zaten. Dat as wordt echt met een rotvaart de hemel in geslingerd. En al die asdeeltjes ja, die bewegen langs elkaar heen, die bouwen een soort statische energie op. Ja, dat gaat met zo'n grof geweld dat daar zoveel spanning bij vrijkomt dat we dat allemaal zien als in de vorm van bliksem. Het was echt letterlijk of dat je zo een andere wereld instapte. En dat heeft echt zo verschrikkelijk veel indruk heeft dat gemaakt. Thank you.